extra aandacht voor vrijwilligers op Internationale Dag van de Liefdadigheid. Als je ziet overal hoeveel vrijwilligers dat er werkzaam zijn in heel Nederland. Nou, dan denk ik wel zoiets, als die vrijwilligers allemaal zouden stoppen, dan denk de half Nederland plat lag. En verder, Bossenaar raapt duizenden peuken op in zijn wijk. En bossen Engelenstede, Essenweg en Werstbos worden uitgedund. Dit is het DTV Nieuws. Welkom. Op 5 september is het de Internationale Dag van de Liefdadigheid. Maar in Boksel maakt deze specifieke dag eigenlijk geen verschil. Hier zetten mensen zich dagelijks in voor de ander. Voor bezoekers is de kringloopwinkel in Boksel gesloten op donderdag, maar dat betekent niet dat er achter de schermen geen werk wordt verricht. Vereniging Vincentius heeft in Boksel meer dan 100 vrijwilligers die zich inzetten voor de medemens. Dus ook op de Internationale Dag van Liefdadigheid. Liefdadigheid is een mooi woord natuurlijk. Maar ik denk in deze tijd is dat heel erg belangrijk. Er zijn heel veel mensen die steeds meer in armoede komen. Eenzaamheid ook is een hele groot probleem overal, denk ik. En in Boksel met name voor ons dan. Ik denk als Vincentius er niet zou zijn, dat heel veel mensen het nog moeilijker zouden hebben. Ja, als ik daar zo een beetje inschat, als je ziet overal hoeveel vrijwilligers dat er werkzaam zijn in heel Nederland. Nou, dan denk ik wel zoiets, als die vrijwilligers allemaal zouden stoppen, dan denk ik de half Nederland plat lag. Had ik een gesprek met iemand die van verder komt, uit Oorschot. En die vroeg van, doen jullie 100% vrijwilligerswerk? Ik zeg ja. Ik zeg, want als jij uit Oorschot moet komen naar de kringloop in Boksel, dan krijg je geen reiskostenvergoeding. Zelfs voor reizen krijg je geen vergoeding? Nee, ik krijg nergens een vergoeding voor. Nee. Je moet alles vrijwillig doen. Ja. De vrijwilligers die zich inzetten voor de vereniging hebben allemaal een andere reden om te helpen. Zag uw leven er zonder vrijwilligers een stuk anders uit? Ja, zeker. Want ja, ik zat in de problemen en toen zag ik het gewoon helemaal niet meer zitten om nog verder te gaan. Wat heeft liefdadigheid in die tijd voor u betekend? Heel veel. Want dan, je ziet, het probleem wordt opgelost. Dat duurt wel een paar jaar, maar dan zie je dat er een eind aan kan komen. Ja, en dan voelen wij je toch weer happy, moet ik zeggen. En dat is een tijd lang niet geweest, want ik heb ook een tijd gedacht van, als het zo moet, stap ik eruit. Maar gelukkig ben ik er en ik heb hier van verschillende collega's ook heel veel steun gehad. En die hebben ook heel goed gedaan. Naast dat de collega's het gezellig hebben en steun halen bij elkaar, is er een ander doel veel belangrijker. Geniet van de glimlach en van het blij zijn van mensen die geholpen worden. Ja. Nou, gewoon een goed gevoel dat je iets kunt betekenen voor andere mensen. Dat vind ik wel het allerbelangrijkste, dat je toch te helpen. U bent blij dat u hier vandaag bent? Ja, heel blij. Dat weten ze ook hier en dat mag ook. Volgens de vrijwilligers is de vraag naar hulp groot. De vereniging is voor de Bokselnaren van grote waarde. Belangrijk, het is meer een noodzaak. Er komen steeds meer mensen die te weinig geld hebben om op een leuke manier en een goede manier te kunnen leven. En hoe ziet u de toekomst? Daar ben ik niet rooskleurig over, moet ik zeggen. Want ik denk van, eigenlijk zou ons werk niet nodig moeten zijn. Maar ik zie dat het steeds meer nodig is. Kom je niet rond met je geld, hè, of zit je in de schuld, of ben je eenzaam, meld je. Niet in paniek raken, want er is altijd hulp. De gemeente Sint-Michielsgestel dunt de komende maanden 3 bossen uit. Een deel van de bomen van Engelenstede en de gemeentebossen aan de Essenweg en het Werstbos worden gekapt. Het is nodig om andere, meer vitale en waardevolle bomen meer groeiruimte te geven. De bossen blijven tijdens de werkzaamheden geopend. Bezoekers worden met informatieborden gewaarschuwd waar er gesnoeid wordt. De bomen die gekapt worden zijn te herkennen aan een oranje markering. Het hout dat dit oplevert wordt verkocht en vervolgens weer geïnvesteerd in de bossen. De barrierweg vanaf Den Tip in Liemt tot en met de Oude Rijksweg gaat vanaf maandag bijna een maand dicht voor verkeer. Vanaf maandagochtend tot en met vrijdag 1 november 4 uur wordt op de barrierweg het asfalt vervangen. Ook komen er een nieuw voetpad en fietsstroken en worden verkeersremmende maatregelen toegepast. Auto- en vrachtverkeer wordt omgeleid via de Keulse baan, de Bokselse weg, de N619 en de A2. Fietsers van en naar Liemt worden omgeleid via de Rozenhofstraat en de fietstunnel onder de A2. Tijdens de afsluiting kan het op de omleidingsroutes druk worden, vooral in de spits, zo waarschuwt de gemeente.
Toen een bewoner van de bossenwijk Maaspoort meedeed aan een opruimactie van de gemeente Den Bosch, raakte hij besmet met het opruimvirus. Op de peukmeukdag werden inwoners gestimuleerd om peuken van de grond te rapen. Maar liefst 13.000 peuken raapte de inwoner van Maaspoort op en verzamelde hij. En zijn strijd tegen de peuken is nog lang niet gestreden. 27 liter in de emmers en dat is per liter ongeveer 500 peuken. Dus inderdaad 13.500 peuken. Helemaal alleen in de Maaspoort, voornamelijk de Lokerpassage. Maar ook bij de Maaspoorthallen, Goemium Bouwplein en alles wat ertussen ligt. Op heel veel plaatsen geweest. En overal liggen peuken. Jan-Pieter Noordermeer raapt in zijn vrije tijd peuken van de straat. En dat is begonnen bij een actie vanuit de gemeente Den Bosch. Peukmeukdag heet dat, waarin plastic en vooral peuken geraapt werd. Toen ben ik een week lang bezig geweest met peukenrapen, zeg maar. Ik denk, nou, ik doe één dag, dat schiet niet op, dus vaak is een week rapen. Dan heb ik de hele Maaspoort geschoond, zeg maar, zo'n beetje. En hij is niet gestopt na peukmeukdag. Inmiddels is het aantal opgeraapte peuken al ruim verdubbeld. Peuken zijn ook zeer verontreinigend. Het ziet er niet uit hè, dat er overal peuken liggen. Een hoop mensen storen zich eraan. En daarom als wijkraad lid spreken we voor de bewoners. Bewoners vinden het niet leuk dat er rommel ligt. En ook niet dat er dingen liggen die slecht zijn voor het milieu. Dus dat zijn eigenlijk de twee dingen. Daarnaast brengen de peuken die op straat worden gegooid gevaren met zich mee. Ik sta hier niet om het roken af te raden. Hè. Dat is, maar in deze context zeg ik, dat moet iedereen zelf weten. Maar gooi het niet in de natuur. Want ja, de natuur, wat leidt er in de natuur onder? Dat is vooral het waterleven, heeft het Trimbos Instituut onderzocht. Maar ook ja, vogeltjes nemen soms ook een peuk mee. En grote vogels slikken er soms in, meeuwen en zo. En het is ook gevaarlijk voor kinderen. Kleine kinderen die niet weten, zou het ook nog in de mond kunnen stoppen. Om dit te voorkomen kan het peukenrapen helpen. Het is een kleine moeite om te doen en je krijgt er een hoop voor terug, aldus Noordermeer. Nou, en dan is het gewoon ook gezellig. Mensen vinden dat ook wel leuk met elkaar wat doen. Het is net tuinieren eigenlijk. Het is niet vies of zo. Je hebt een stok en je pakt dingen. En iemand moet het doen, denk je. En het wordt er een stukje netter van. En mensen, de bewoners zijn vooral dankbaar dat ze dat met een groep doen. Krijg je heel vaak de reactie van, goed bezig. Ik zeg, doe dan mee. En zaterdag is er weer een opruimactie in de Maaspoort. En dan nog het weer. Het was donderdag in de ochtend nog bewolkt, maar na de middag brak de zon door en liep de temperatuur flink op. Het werd zo'n 29 graden. De komende dagen blijft het zomers warm, maar ook wisselvallig. Zonnige periode en wolkenvelden dus. En er is ook kans op een bui, dat bij een zwakke wind. Heeft u een mooie weerfoto gemaakt? Mail die dan naar weerfoto@dtvnieuws.nl. Dit was het, maar meer nieuws, zoals over een verkeersinfarct in Helvoort door een gestrande trein, dat leest u op onze website en in onze app. Heel graag tot snel.